In het Volksbuurtmuseum wordt de tentoonstelling Tussen Brug en Benenkluif gehouden. En ik ga kijken hoe de tentoonstelling is geworden. Gaat u mee? Wat voor soort tentoonstelling is dit? Het is een tentoonstelling, denk ik, met een soort, ik noem maar even een soort algemeen verhaal over de Rode Brugbuurt. Er is fotomateriaal, videomateriaal, allerlei beeld. En we willen in ieder geval een soort beeld meegeven aan bezoekers van wat de Rode Brugbuurt is en wie daar ongeveer wonen en de geschiedenis daarvan. We hebben een hele leuke audiotour. En die kun je ook via de QR-code op de site en op de flyers en de posters staat. Die kun je gewoon downloaden. En dan volg je Bakker Smit door de wijk. Het is echt leuk. Doen, zou ik zeggen. Heel mooi. Heel. Het is allemaal goed te herkennen. Wat is jouw bijdrage aan deze tentoonstelling geweest? Nou, ik heb die schilderijtjes geleverd, maar die zijn geschilderd door een oom van me, Peter de Rijk. En een hele hoop van dat fotowerk dat ze hebben gebruikt ook. En waar zijn die foto's allemaal vandaan gekomen? Die kwamen ze brengen vanuit de buurt. Ko, had jij er wat aan? En ik zei ja. Wat hier staat, dat is een watergemaal. En naar rechts ging je naar het spoor en onder de tunnel van het spoor door kwam je in het tuindorp. En daaromheen, waar nu Overweg staat, stond toen geen enkel huis, hooguit een boerderij. En dat was onze speeltuin. Ja, ja. Dat waren allemaal weilanden waar de jeugd bijna dagelijks aanwezig was. En die Sint-Antonie-dijk, dat was een hele lange dijk van een aantal kilometers. Daar ging de oudere jeugd, de jongens en de meiden gingen, zoals ze dat noemden, wel eens een dijkje pikken. Ja. Wat ze er verder deden, weet ik niet, maar daar raden we maar naar. De buurtvereniging bestaat 100 jaar, het staat er, 100 jaar. En het was altijd gezellig. Ja, het wordt nou wat minder, ook door die nieuwere bewoners die er wonen. Die willen er niet meer aan meedoen. Maar vroeger was het echt, dat het echt zo vol was. Op de straten. En met optochten in de straten. Ja, en zij zat in het bestuur. En wie is dat? Grietje Foppen. En geen oma Stule. Hij bestaat nog steeds, ja. Maar alleen we kunnen niks doen door die corona niet. Waarom was dat buurtfeest dan belangrijk ook voor de buurt? S'avonds lekker buiten zitten met z'n allen. Dat deden we toch wel, daar niet van. Maar dat was helemaal voor elkaar. Dat was echt leuk. Okay. Allemaal met z'n allen in een optocht. Al dat soort dingen. Ja, ik vind dit soort foto's vind ik bijvoorbeeld ook altijd bijzonder, hè? Ja. Van deze meneer die verkocht ook flesjes drank uit zijn huis, weet je wel. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Die eigenlijk vind ik de dagelijks leven foto's, hè, van het gewone leven op straat, dat vind ik eigenlijk het leukst. In de oude Rode Brug buurt zijn toen wat dingen bijgebouwd. Dat was het Antonieplein, dat was rond de jaren 50. Later is het Antonieplein weer afgebroken. Is daar, wat er nu staat, de Miltenbrugbuurt voor teruggekomen. Dat was van Mitros. Inmiddels, als het leeg komt, wordt het verkocht door Mitros aan wie het wil hebben. Ook daar zijn de prijzen helemaal in de klauwen gelopen. Dat zijn allemaal andere nieuwe bewoners. De echte bewoners zijn de meeste verdwenen. Of doordat toen de tijd de huizen werden afgebroken. Of er geen huizen meer beschikbaar zijn, wat vroeger wel was. Als er iemand uitging, kwam er een kind van iemand die daar woonde in het huis terug. Dat is ook niet meer. Het is nu een mengelmoesje van oud en van nieuw. Dat gaat op zich niet verkeerd. Wat is nou het belang van deze tentoonstelling eigenlijk? Ja, dat de buurt even een klein beetje leuk wordt opgebuurd. Dat vind ik eigenlijk wel, al die geschiedenisdingetjes die er zijn, echt leuk. Dat is het leuke van deze tentoonstelling. Dat je met elkaar weer een beetje kan terugkijken en het kan hebben over toen.